Loren Parijs, welkom. Had men of de minister proactiever kunnen optreden? Want men heeft nu gewacht tot na de panoreportage. Hè? Ja, mijn vraag aan de minister ging ook over het feit dat we een heel uitgebreid systeem hebben van de jeugdhulpverlening, waaronder detectie van misbruik, van seksueel misbruik, een heel belangrijk aandachtspunt is. We hebben daar ook twee organisaties voor die specifiek daarop focussen. En we hebben dit niet gezien. Dus het is natuurlijk wel bijzonder pijnlijk wanneer je dan ziet dat het niet om één geval gaat, maar om verschillende gevallen. We weten niet juist om hoeveel. Maar de reportage laat toch uitschijnen dat het cijfer wel eens groot zou kunnen zijn. En dan moet je u als beleid de vraag stellen, hoe komt dat we dit niet gezien hebben? En je kan dat niet op één persoon steken. Je moet dan naar het systeem kijken en zeggen van, is wat dat we doen goed genoeg om dit soort misbruik te vinden? Het moeilijke hier is natuurlijk dat het een gesloten gemeenschap is. Hè? Dat haalt de minister ook aan. Ja, en daar geef ik hem ook wel gelijk in. Maar dat is misschien ook wel een indicatie die we kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat we dit in de toekomst sneller opsporen. We weten dat seksueel misbruik altijd in een machtsverhouding plaatsvindt. Het gaat vaak over sportclubs waar een sportleraar is die zich bezondigt aan seksueel misbruik. Daar hebben we in het Vlaams parlement rond gewerkt. We hebben gezien dat in de katholieke kerk daar ook een probleem mee was, alleszins. Ik hoop niet meer vandaag. En we zien hier dat het probleem nog veel moeilijker is, omdat je eigenlijk een gemeenschap hebt die in een parallel universum leeft. En waar kinderen al van in het begin worden opgevoed met wie niet tot ons geloof behoort, is toch wel een beetje de vijand. En daar ga je niet zomaar te biechten. Mm-hmm. Maar dat is nu de kant van de slachtoffers. Je hebt ook de kant van de daders. Er bestaat zoiets als Stop It Now. Dat is een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met pedofiele gevoelens. Mm-hmm. Daar zijn ook effectief oproepen binnengekomen. Daarom niet noodzakelijk vanuit de wereld van de getuigen van Jehovah. Ja, dat klopt. En het is heel goed dat Stop It Now bestaat. Ik was er ook zeer tevreden mee. Omdat je daar, denk ik, een stukje leed kan mee vermijden. Nu, ik begrijp ook wel dat we anonieme bellers naar Stop It Now niet vragen naar hun geloofsovertuiging. Dus we weten eigenlijk niet hoeveel van die extra bellers die er effectief geweest zijn na de uitzending van Panorama, leden waren van de Jehovah-gemeenschap in België. Dat is ons onbekend en dat is ook als overheid een zeer moeilijk gegeven wanneer dat je hulpverlening gaat koppelen aan het geloof dat iemand aanhangt. Dat is natuurlijk een moeilijke om te registreren en daar volg ik wel in dat we dat niet zomaar kunnen doen. Mijn vraag aan de minister was eigenlijk of dat we heel het algemene aanbod dat we hebben om kindermisbruik op te sporen, of dat wel specifiek genoeg is voor kinderen die in een sectaire omgeving zitten. Want het is altijd heel erg moeilijk om misbruik naar buiten te brengen. Sowieso. Hè? Dus als je slachtoffer bent, dan hoor je ook heel vaak dat mensen daar pas na 20, 30 jaar klaar voor zijn om daarover te spreken. Zelfs met iemand die hun beste vriend is of met hun partner. Laat staan als ze daar dan mee naar justitie gaan. Dus dat heeft gewoon tijd nodig. Dat zit vaak heel erg moeilijk. Dus dat is voor mensen die zelfs nog niet tot een sectaire gemeenschap behoren. Als je dan als lid van zo'n secte naar buiten komt met misbruik dat u is overkomen, waar jij het slachtoffer van bent, dan heb je niet alleen die moeilijkheid van dat seksueel misbruik, je hebt ook het feit dat je eigenlijk helemaal alleen op de wereld komt te staan, want je breekt met je gemeenschap doordat je iets opbiecht wat je eigenlijk enkel binnen je gemeenschap mocht opbiechten. En hoe kunnen we daar een oplossing aan bieden volgens u? Want u doet de suggestie van, ja, moeten we niet proactief te werk gaan, maar aan wat denkt u dan? Want geloof behoort tot de privésfeer. Uiteraard, en dat wil ik ook graag zo houden. Maar je kan wel een link proberen leggen tussen het federale centrum dat sectes monitort en opvolgt en dat ook rapporten aan de Kamer geeft. En wanneer zij zeggen van kijk, hier is een probleem en we zien of we maken ons zorgen over een aantal evoluties binnen een secte, zoals blijkbaar nu ook gebeurd is op het einde van vorig jaar met de getuigen van Jehovah. Dan heeft het Vlaamse welzijnslandschap en de jeugdhulpverlening die seksueel misbruik moet opsporen en
daders begeleiden en uiteraard slachtoffers een plaats geven en ervoor zorgen dat zij de hulp krijgen die nodig is, dan is er een objectief aanknopingspunt. En dan kan je zeggen van kijk, hier ligt een rapport van een instelling van de Kamer die zegt dat er een probleem is en misschien is ons algemene aanbod voor het opsporen van seksueel misbruik dan niet genoeg en kunnen we een meer proactieve houding gaan aannemen als jeugdhulpverlening om te gaan kijken van wat is daar aan de hand. We gaan niet wachten, bij wijze van spreken, tot er iemand naar Stop It Now belt of dat er een slachtoffer is dat effectief daarover wil praten. We gaan dat zelf mee, samen met de bevoegde instanties, gaan onderzoeken en gaan detecteren. Ja, het lastige is natuurlijk wel, stricto sensu is de getuigen van Jehovah geen secte, maar een sectarische groepering. Je hebt dan nog wel zo'n organisaties vast die niet echt een secte zijn. Dus er zullen altijd wel mensen, slachtoffers, tussen de mazen van het net glippen. Ja, en dat is denk ik ook iets wat we ons moeten realiseren, dat risico nul niet bestaat. Hè. Je wilt niet in zo'n totalitaire maatschappij terechtkomen waarin de overheid elke persoon van dichtbij opvolgt. Maar je kan wel het risico verkleinen. En dat is wat wij hier vandaag moeten proberen te doen, om dat risico zo dicht mogelijk bij die nul te brengen. En dus te zeggen van kijk, als die sectarische verenigingen opgevolgd worden door die instantie die van de Kamer afhangt en dat daar ook alarmbellen afgaan, dan zijn er ook alarmbellen die bij ons moeten afgaan, bij de jeugdhulp, om te zeggen van kijk, wij gaan een andere aanpak nu lanceren, want we weten dat daar reden tot maatschappelijke verontrusting, heet dat dan, in de Vlaamse decreten is. En daar gaan we heel proactief op gaan inspelen. Dus je moet daar een evenwicht vinden, maar het is toch het belang van het kind dat altijd het voortouw moet nemen en de doorslaggevende factor moet zijn. Dus het is moeilijk, maar niet onmogelijk om beter te doen dan vandaag. En dat is wat ik bepleit en wat ik hoop dat we samen met de meerderheid en oppositie in dit parlement ook kunnen vooruithelpen. Ja, in dit parlement, maar dit parlement loopt bijna af. Volgend jaar of volgend parlementair jaar moeten we het met een andere minister stellen. Mm-hmm. Dat is dan toch ook wel een beetje cynisch, want de minister geeft hier aan, Jo van Deurze, ik wil er verder over nadenken, mm-hmm. maar volgend jaar zit er iemand anders op. Wel, maar gelukkig hebben wij goede en sterke instituten, zoals dit parlement, zoals een Vlaamse regering, die niet afhankelijk zijn van een persoon alleen. Dus als de minister vandaag aan het expertisecentrum dat met de vertrouwenscentra kindermishandeling samenwerkt, de opdracht geeft om te bekijken hoe wij dit bij sectarische of gesloten gemeenschappen, dit soort misbruik, beter kunnen opvolgen, dan zal er voor de volgende minister van Welzijn een rapport liggen met beleidsopties die kunnen worden genomen. Dan kan er in dit parlement over gediscussieerd worden. Dus het is niet omdat de minister van naam verandert dat het beleid op alle vlakken van koers moet veranderen. En het is zelfs goed dat er voorbereidend werk wordt gedaan, zodanig dat een nieuwe ploeg in dit parlement en op de regeringsbanken aan de slag kan gaan met werk dat experten hebben gedaan. En dus daar kijk ik naar uit en ik hoop dat ik vanuit het parlement in de volgende legislatuur daarmee mijn schouders onder mag zetten. En laatste vraag afrondend. Wie weet zit u wel volgend jaar op die stoel? Wel, ik ga geen enkele verantwoordelijkheid uit de weg. Dat zou natuurlijk maar gek zijn. Maar ik ga met een cliché antwoorden. En het is een cliché omdat het waar is. De kiezer moet eerst beslissen. En dan gebeurt er nog, er gaat nog heel veel water naar de zee vloeien voor we weten hoe die volgende regering eruit ziet. Dus ik denk eerst maar eens 26 mei afwachten. En dan zien we wel wat de volgende stappen zijn en hoe dat die nieuwe regering eruit gaat zien. Ja, maar u zet al langer in op welzijn. Zou u het graag willen zijn, de minister van Welzijn? Maar ik zou graag meewerken aan de uitwerking van het welzijnsbeleid. Dat kan vanuit het parlement, dat kan vanuit de regering. Als die vraag komt, zou ik zeker niet nee zeggen. Oké, dankjewel, Lorin Parijs. Graag gedaan. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.